Portret voor Maarten Seybel. Exit voor de drie wijkcomité's. Lou naar Nijmeegse Vierdaagse. Hartelijk welkom. Mooi dat u weer naar de Lou kijkt. Jong en oud, hele families, vrienden en klasgenoten deden zaterdag mee aan de Ramborun. Er was in de binnenstad en in de haven een stoere en spectaculaire survivalrun van 5 kilometer uitgezet. De deelnemers klauterden over de grachten, gleden vanaf de zeephelling in het water, gingen modderbaden en klommen in de touwen. En dit alles voor de lol en voor het halen van bijzondere prestaties. De scouting Rambonet heeft weer alle zeilen bijgezet om van de Ramborun opnieuw een geslaagd en nat sportevenement te maken. Het is lekker weer. We hebben goed plezier samen. De buurman die wil alleen nog niet zo heel hard, maar het gaat lekker zo. Ja! Het is koud! Op het Nederlands bergje staat vrijdag en zaterdag de wereld op zijn kop. Bij de kanonnen op de Wallen begint vrijdag het festival Walhalla. Het is een feest voor alle leeftijden. Struin, kijk, doe, proef, luister en geniet, zeggen de initiatiefnemers. Dit jaar weer voor de tweede keer Walhalla. Volgend weekend, 28 en de 29e, gaan jullie dat weer organiseren. Vorig jaar was een groot succes. Hoe denk je dat te kunnen evenaren? Oh, hoe gaan we dat evenaren? Nou, we hopen het te evenaren door weer een fris en nieuw programma neer te zetten. Met nog steeds dingen voor jong en oud en voor iedereen wat wils, wat te doen. En ook gewoon lekker op de wal te kunnen zitten, want dat was wat we veel hoorden. Dat het gewoon zo gezellig en ontspannen was. Wat is er anders dit jaar als vorig jaar? Het activiteitenaanbod is wat uitgebreid. We hebben bijvoorbeeld een escape room erbij in de kazematten. We hebben dit jaar wat meer live muziek. En zo zijn er nog een aantal activiteiten die nieuw zijn. Maar het belangrijkste is misschien wel dat we behalve de zaterdag ook de vrijdagavondfeest hebben op de wal. En we beginnen dan met een eigenlijk aan het eind van de middag om 17:30 met een vrijdagmiddagborrel en aansluitend is er de Silent Disco. Ook op het harde is de wandelvierdaagse achter de rug. De deelnemers konden uiteindelijk van aangenaam wandelweer en van de mooie omgeving genieten. Voor velen bekend terrein, maar voor anderen weer een nieuwe wandelervaring. Vooral op donderdag, om de Oranje Leeuwinnen bij hun voetbalwedstrijd tegen Canada te steunen, liepen veel deelnemers in oranje kleding. Het gaf een kleurrijk beeld tussen al het groen. En natuurlijk wachtte na de intocht in het harde de ontvangst van de medailles. De oprichter van het Nationale Orgelmuseum, Maarten Seybel, heeft voor zijn 80ste verjaardag een levensecht portret ontvangen. De gulle gevers zijn de medewerkers van het museum en enkele weldoeners.
Het portret is geschilderd door Kenneth Gregoire. En natuurlijk hangt het portret op een bijzondere plek in het Orgelmuseum. Maarten Seybel richtte 38 jaar geleden de Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel op. En voor alle muzikale verdiensten is hij jaren geleden al tot ereburger van de gemeente Elburg benoemd. Van de 5 wijkcomité's hebben 3 hun werk neergelegd. De wijkcomité's die 14 jaar geleden door de gemeente zijn ingesteld, waren spreekbuis voor de bewoners. Een van de taken was de wijkschouw met leden van de gemeenteraad. En volgens de gemeente kunnen de burgers nu terecht via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, telefoon en aan de receptie van het gemeentehuis. De scheidende wijkcomité's zijn Doornspijk Hoge Enk, Paul Oostendorp en Oosthoek Vrijheid. Bij de voorjaarsvergadering heeft de voetbalvereniging SV Het Harde een nieuw verenigingsplan aan de leden gepresenteerd. Ook de begroting kreeg de goedkeuring. Verder werden nog de komende evenementen als het bedrijventoernooi, de familiedag, het toernooi voetbalschool en het beachvolleybaltoernooi onder de aandacht gebracht. De boodschap was, komt met z'n allen en zegt het voort. Er werd ook afscheid genomen van het bestuurslid Lucinda van Echteren-Vieten. Rick van het Hul werd in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig lidmaatschap. De inschrijving van het 7e hardloopevenement Run for Joyce is geopend. Dit evenement wordt op vrijdagavond 20 september op en rondom het sportpark De Heugde in Oosterwolde gehouden. Ook dit jaar wordt het ingezamelde geld weer besteed aan een betere toekomst voor de gehandicapte weeskinderen in China. Naast hardlopen is er weer volop vertier voor jong en oud. Kinderen gaan vast genieten van het springkussen en van sminken, ijsjes kopen en van de verrassingsact van het dramateam met zout en peper. Voor meer informatie en inschrijven ga naar www.runforjoyce.nl. Net als vorig jaar gaat het team van Loe TV tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een live tv-uitzending verzorgen. Daarin wordt een aantal deelnemers uit de gemeente Elburg op de voet gevolgd. De live-uitzending is op 18 juli van 10 tot 1 vanaf de locatie Bergendal. Daar wordt het Loe Mediapark ingericht met vlaggen en banners. En natuurlijk in het zicht van de wandelaars die dan even een kleine pauze inlassen voor een kort praatje. Wethouder Willem Kroneman is ook in het Loe Mediapark om wandelaars aan te moedigen. Het tv-team maakt ook een uitzending van de feestelijke intocht van de deelnemers in Elburg. Er komt een extern onderzoek naar de rol van SGP-raadslid Jan Polinder in het proces rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op het Harde. Dat kondigde burgemeester Roosendaal woensdagavond 19 juni aan in de commissievergadering Algemene Zaken. Volgens Omroep Gelderland blijkt uit documenten van de gemeente Elburg dat raadslid Polinder namens vastgoedondernemer Harry Frens verkennende gesprekken heeft gevoerd over de huisvesting. De burgemeester heeft een extern bureau ingeschakeld om de gang van zaken te onderzoeken. Leerlingen van klas 3 van het VMBO, profiel bouwen, wonen en interieur van het Oosterlicht, kunnen al bijna een keitjesstoep leggen. Ze hebben afgelopen week een praktijkles gekregen van keitjesstoeplegger Gerard Vos. Hij is een van de weinige deskundigen op dit gebied. Omdat in de vesting veel keitjesstoepen liggen, is een project gestart om de kennis en de vaardigheid van dit ambacht te behouden. Het gaat om een jaarlijks terugkerend project, zodat zoveel mogelijk VMBO-leerlingen het keitjesvak onder de knie krijgen. Jordi van het Goor wil ooit Formule 1-coureur worden. Max Verstappen inspireert hem. De Formule 1 is voor de piepjonge Jordi nog toekomstmuziek en voorlopig zal hij zich nog op het karten richten. Bij het Nederlands kampioenschap Viertakt behoort Jordi nu al bij de top in de Parolin Rocky competitie. Hij veroverde de 2e plaats in het dagklassement. En voor deze prestatie kreeg hij weer een grote beker voor zijn vitrinekast. De volgende ronde van het NK wordt op het circuit van Venray gehouden. Jordi kent de baan al.
wij gaan niet altijd aardig met onze buren om. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen en stankoverlast geven irritaties. In de meeste gevallen wordt buurbemiddeling ingezet, die tot wederzijds begrip moet leiden. Getrainde en gecertificeerde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren. Ze geven geen oordeel, maar zijn neutraal. En om succesvol te blijven, is buurtbemiddeling op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie belangstelling heeft, kan mailen naar www.buurtbemiddeling-elburg.nl. En nu nog twee dringende oproepen voor medewerking aan belangrijke evenementen. Op 5 oktober wordt op het Harde het festival Kunst op het Harde gehouden. Op verschillende locaties is weer van alles te beleven op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, poëzie en nog veel meer. Er worden meedoeners, meedenkers, meehelpers en ondernemers gezocht om samen een geslaagd evenement uit te werken. Mail naar kunstvanhetharde@gmail.com. En voor meer info www.facebook.com/dekunstvanhetharde. Nog een verzoek. Tijdens het oogstfeest op 10 augustus bij het Boerderijmuseum in Oldebroek zijn weer diverse oldtimers te bewonderen. Maar men wil meer. Wie zijn oude auto's, oude motoren, trekkers, machines en oude brommers wil showen, kan dit melden bij Henk van Hattem via henkvanhattem@hotmail.com. Het oogstfeest trekt jaarlijks rond de 4000 bezoekers. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen week. Hebt u interessant nieuws voor dit wekelijks overzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@loemedia.nl. En wilt u alle onderwerpen nog een keer bekijken? Ga dan naar www.loemedia.nl. Wij komen volgende week graag weer terug met een nieuw weekoverzicht. In een snel veranderende wereld, waarin de installatietechniek alsmaar ontwikkelt en verduurzaamt, geloven wij in balans houden. Ja zeggen tegen vernieuwingen, maar ook het hoofd koel houden. Kein Holt Vlier als een ondernemer die met beide benen op de grond staat, praktisch en nuchter is en niet achter ieder hype aanloopt. Dat is nou juist het prettige van Hulst Vlier, dat ze bij ons komen op het moment dat wij echt een vraag hebben. En komen er altijd met een hele goede oplossing waar ik zelf niet op zou zijn gekomen. Wij zijn Hulst Vlier. Totaal installateur voor zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw. Wat aan Hulst Vlier opvalt is dat ze ook sterk zijn in bijzondere projecten. Niet alleen maar woningbouw, utiliteitsbouw. En dan merk je de inbreng die zo belangrijk is. Wij gaan altijd voor duurzame relaties. Samen vormen we een team, waarbinnen wij een solide partij zijn. Dat ze echte teamspelers zijn, dat vinden wij ook heel belangrijk, want daarmee behaal je toch het beste resultaat. En we zorgen voor baangarantie voor de mensen die we opleiden. Hulst Vlier is een grote, belangrijke ondernemer in mijn gemeente, die ook maatschappelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Neem bijvoorbeeld onze vaktechnische innovatieve projectgroepen. Hiermee houden we onze kennis up-to-date. En kunnen we de meest moderne en slimme technieken en producten toepassen. Je merkt dat ontwikkelingen in onze branche en dus ook die van Hulst Vlier heel erg hard gaan. Dat betekent dat je met z'n allen echt up-to-date moet blijven om te kunnen blijven leveren wat bij deze tijd hoort. En dat doen ze heel erg goed. Ze blijven scherp, zorgen dat je het nieuwste state-of-the-art krijgt zonder risico's te nemen. We vertalen de klantwens in passende oplossingen, zowel technisch als financieel. Altijd met hetzelfde doel. Financieel en maatschappelijk rendement voor een optimaal resultaat.